Ja, Sam, ten eerste van harte gefeliciteerd met je transfer naar AZ. Is het allemaal al een beetje geland? Ja, tuurlijk. Weet je, het is eindelijk achter de rug en daar ben ik hartstikke blij mee. En om natuurlijk hier te winnen nu is nog extra lekker. En nu inderdaad even terug naar vandaag. 3-2 winst, gescoord en een assist. Ik neem aan dat je tevreden bent. Ja, tuurlijk. Natuurlijk is het dan wel jammer dat je na die 3-0, dat je eigenlijk een hartstikke goede eerste helft speelt. Dat je 3-2 eigenlijk tegen je krijgt. Dan blijft het spannend en dan moet je eigenlijk maar gaan strijden. Maar dan is het natuurlijk een opluchting dat je hier zo toch wint eigenlijk. Wat nemen ze mee terug naar die assist op Koen? Ja, zag je dat hij goed vrij stond of wachtte je nog wat af? Nou ja, weet het, ik hoorde eigenlijk Jesse schreeuwen, kap hem af. Maar ik had niet genoeg snelheid om die kap te zetten. Dus ik zag Koen eigenlijk al lopen. En toen dacht ik van, weet je, ik geef hem eigenlijk. En Koen die positioneerde zich eigenlijk echt top. En die maakte hem er mooi af. Ja, in de tweede helft kom je opeens 3-2. Ja, hoe kan dat toch dat het opeens zo spannend werd? Nou kijk, ik vind eigenlijk wel dat we heel goed begonnen. Weet je, eigenlijk was het een beetje heen en weer. En op een gegeven moment scoorde hun inderdaad de 3-1 en een 3-2. Ja, en dan op een gegeven moment gaat het hagelen. En dan moet je naar binnen toe. En dan moet je eigenlijk elkaar oppeppen om die wedstrijd te winnen. En ik vind dat we dat als team fantastisch hebben gedaan. En vooral de achterhoede die alles eigenlijk tegenhield. Dat vind ik hartstikke mooi. Heeft achteraf veel invloed gehad op de wedstrijd, die staking? Nou, eigenlijk niet. Misschien dat het even lekker is dat je even stopt. En dat je even elkaar kan oppeppen om die wedstrijd eigenlijk in handen te nemen. Maar uiteindelijk, ik denk niet eens dat het heel veel invloed heeft gehad. Want weet je, als je met z'n allen elkaar al oppept en op de wedstrijd, dan is het al goed. En nu heeft het goed uitgepakt. Op welke manier heb jij vandaag HSC in de val gelokt met je spel? Nog één keer? Op welke manier heb je HSC in de val gelokt met je spel? Nou kijk, ik denk toch met z'n allen, kijk de diepte, want er lag zoveel ruimte en achterin. En ook die bal van Jesse, die daarachter gelegd werd, daar werden we eigenlijk elke keer wel gevaarlijk. En dat merkte je ook wel en daar kregen we ook onze kans uit. Dus ik denk dat dat eigenlijk ons spel was en dat ze daar best wel veel moeite mee hadden. Uiteindelijk 3-2 op het scorebord, een terechte uitslag? Ik denk het eigenlijk wel. Weet je, het kon van alles zijn, weet je, het geluk kon bij hun zijn, het geluk kon bij ons zijn. Maar uiteindelijk denk ik qua spel dat we wel verdiend hebben gewonnen. Dus. En nu een feestje vieren. Nu gaan we even een feestje vieren, ja. Dankjewel.